Dit is Koinonia Live. Vandaag hebben we over de opbouw van de Bijbel. Hoe is de Bijbel opgebouwd, de volgorde ervan en de plaats van een Bijbelboek, de functie in het geheel.
ook daarover. Nou, daar beginnen we maar. Rob. Ja, dat is een zeer omvangrijk onderwerp natuurlijk. Maar ik dacht eraan om dit te doen, omdat ik nog wel eens mensen tegenkom die het boek Deuteronomium zoeken in het Nieuwe Testament en geen idee hebben waar het boek Psalmen over gaat, of die niet weten dat Habakkuk een oud-testamentische profeet is. Het is toch wel nuttig om een beetje in je hoofd te hebben hoe dat opgebouwd is. En het tweede wat ik wel van belang vind, is dat je op die manier ook het grote verhaal, hè, het verhaal wat door de hele Bijbel heen gaat, wat beter in kaart kunt brengen. Dat je weet waar je bepaalde etappen van Gods heilsgeschiedenis vinden kunt. Hè, als je interesse hebt in bepaalde zaken, waar kun je dat dan terugvinden? Of als je Deuteronomium leest, in welke fase van die heilsgeschiedenis zit je dan eigenlijk? Hè? Waar heb je dan mee te maken? Maar ja, je kent dat ook wel, dat mensen op een verkeerde plaats gaan zoeken en dat ze eindeloos gaan zitten bladeren. Ja, ja. Ik heb nooit de 12 profeten uit mijn hoofd kunnen leren. Sommigen kunnen dat heel mooi. Ja. Die hebben dat op lagere school of zo geleerd. Maar ja, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, ik heb het nooit uit mijn hoofd kunnen leren. Dus nee, ik begrijp best wel dat dat lastig kan zijn om dat allemaal in gedachten te houden. Maar een van de eerste dingen die ik zou willen zeggen is, want laten we dan maar even beginnen met het Oude Testament. Dat we ons moeten realiseren dat de volgorde van de boeken in het Oude Testament, dat volgt de oude Griekse vertaling van het Oude Testament. En die Griekse vertaling van het Oude Testament, die had een bepaalde manier van kijken naar de Bijbelboeken. En dat bepaalde ook de volgorde van die Bijbelboeken. Die had er bovendien een stuk meer dan de 39 die wij hebben staan. Die hadden ook wat wij dan noemen apocryfe boeken. De wijsheid van Salomo bijvoorbeeld. Dat is dus niet het boek Spreuken en niet het boek Prediker, maar nog een apart boek, Sapientia Solomonis. Nou, maakt allemaal niet zoveel uit. Maar wij hebben deze boeken overgehouden in deze volgorde. De volgorde dus van de zogenaamde Septuaginta. De oude Griekse vertaling van de Bijbel. En dat heette Septuaginta omdat het idee was dat er 70 vertalers waren die 70 dagen aan die vertaling hebben gewerkt, onafhankelijk van elkaar. En op die manier de Bijbel toegankelijk maakte voor de 70 volkeren. Men dacht dat er 70 volkeren op de wereld waren. Dus 70, 70, 70. En vandaar dus die naam Septuaginta. Nou, dat is een legende over hoe die vertaling gemaakt is. Maar daar wil ik het nu niet over hebben. Ik wil het wel hebben over het feit dat in die Septuaginta de volgorde van de Bijbelboeken bepaald wordt door een historisch gezichtspunt. Een historisch gezichtspunt. En dat houdt dus in dat we in Genesis beginnen met het begin van de schepping. En dan krijgen we de roeping van Abraham. En in Exodus het ontstaan van het Joodse volk. En dan de geschiedenis van het Joodse volk. Zo tot en met twee koningen. En dan meteen Kronieken, twee Kronieken erachteraan. Dat is dezelfde geschiedenis vanuit een iets andere perspectief. En dan krijgen we in het midden, zeg maar, van de Bijbel de poëtische boeken. Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied. En dan krijgen we de profeten, Jesaja tot en met Malachi. En Malachi aan het einde, want die spreekt heel nadrukkelijk in zijn laatste hoofdstuk over de grote dag des Heren die komt. Ik ga dat straks nog wel even in stukjes opdelen, maar om even aan te geven dat de Septuaginta dus een historische opbouw van het Oude Testament uitvoert. En dat is anders dan de Hebreeuwse Bijbel, die we ook Tenach noemen. Het Tenach, dat is een acroniem, dat wil zeggen de eerste drie letters, of de drie letters van Tenach, T-N-K, dat zijn de beginletters van de drie afdelingen van de Joodse Bijbel. En die is zo opgebouwd, de T staat voor Torah, dat zijn de vijf boeken van Mozes. En dan krijg je de N
van Nevi'im, dat zijn de profeten. En in de Joodse opvatting hebben we de historische boeken te zien als de zogenaamde vroege profeten. Dat zijn dus in hun ogen ook profetische boeken. En het tweede deel dan is de late profeten. Dat is dan Jesaja tot en met Malachi. Dus Torah en dan de Nevi'im of de profeten. En die profeten in twee delen, de vroege en de late. En wat wij dus historische boeken zouden noemen, Jozua, Richteren, Samuel, dat is in hun ogen dus een profetisch boek. Pardon. En dan het derde gedeelte in de Joodse Bijbel, dat is wel heel apart. Dat zijn alle poëtische teksten. Nou, bij ons staat bijvoorbeeld het boek Rut tussen Richteren en 1 Samuel in. Maar Rut is in de Joodse opvatting de feestrol van het Loofhuttenfeest. En die staat dus achteraan bij de K, zeg maar, van Ketuvim. En Ketuvim betekent geschriften. En daaronder vallen dan Rut en Esra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied. En eigenlijk ook klaagliederen, hoewel dat dan toch wel vaak bij Jeremia beland is. Nou, die indeling is wel belangrijk. Kijk je naar de teksten van het Oude Testament als een doorlopend historisch verhaal, vanaf de schepping tot aan de aankondiging van de dag des oordeels in Malachi, of kijk je naar de teksten, niet historisch, maar laten we zeggen, in verband met de openbaringswaarde die ze hebben, de rangorde in de openbaring. En dat zou je je kunnen voorstellen als drie cirkels. De middelste cirkel bestaat uit de vijf boeken van Mozes. Dat is het hart, dat is de Torah, daar draait het uiteindelijk om. En er zitten daaromheen twee ringen. De eerste ring is die van de profeten, vroege en late. Want die leggen die Torah uit, die laten zien hoe die Torah in de geschiedenis zijn weg gevonden heeft. Dus dat hoort nog heel dicht bij de openbaring aan. En dan krijg je die buitenste ring, dat zijn dan de geschriften, de Ketuvim. En dat is dan de reactie van het volk op die andere twee cirkels, die twee ringen. De reactie van het volk op de openbaring, zeg maar. Ze hebben delen wel in de openbaring, maar ze zijn in de rangorde daarvan op de derde plaats. Dus je kunt het indelen in de rangorde. Torah is het hoogste, is de kern. Profeten daarna en de geschriften daarna. Of je kunt het allemaal gelijkelijk openbaring noemen, maar dan een historische volgorde aannemen. Ja, en de interpretatie van het Oude Testament als geheel wordt nou sterk bepaald door de vraag, neem je het historisch of neem je het qua rangorde, hè? Kijk, zie je daar een rangorde in? Dat is van heel groot belang voor de volgende vraag die dan eigenlijk opkomt. Van hoe komt nou het Nieuwe Testament bij het Oude Testament terecht? Hè? Want onze Bijbel heeft twee delen. Twee grote brokken. Hè? 27 boeken in het Nieuwe Testament en 39 boeken in het Oude Testament is samen 66 boeken. Maar hoe komt dat Nieuwe Testament nou bij het Oude Testament terecht? Want tussen het laatste boek van het Oude Testament, nou, daar wordt wel wat over gepraat. Dat is niet zomaar Malachi trouwens hoor. Maar dat zou bijvoorbeeld het boek Daniël kunnen zijn, dat dat het jongste boek is. Of het boek Prediker, zeggen sommigen. Maar het laatst geschreven dus van het Oude Testament en het eerst geschreven van het Nieuwe Testament, dan praten we over jaar 62 na Christus misschien, 65. En dat is dan de brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen. Misschien wel het jaar 50, maar dan heb je echt wel de grens bereikt. Maar tussen het laatste boek, zo ongeveer 240 voor Christus, van het Oude Testament en het eerste boek van het Nieuwe Testament, laten we zeggen het jaar 50, daar zitten dus maar liefst 290, bijna 300 jaar tussen. Mm-hmm. En dat heet dan in de Bijbelwetenschap het intertestamentaire tijdvak. Nou,
Ja, dus de periode tussen de twee testamenten, tussen het Oude en het Nieuwe Testament in. Wil niet zeggen dat er in die tijd niet heel veel geschreven is. De zogenaamde apocryfe boeken komen uit die tijd tevoorschijn. 1 en 2 Maccabeeën en Judith en Susanne en Bel en de wijsheid van Salomo die ik al noemde. En allerlei andere geschriften die nooit in de Bijbel zijn opgenomen. Maar ja, die horen dus inderdaad niet bij de gezaghebbende boeken van het Oude en het Nieuwe Testament. Nou, als je het leest op die historische manier, dus als je begint te lezen bij de schepping, en dan lees je in de boeken van de profeten de aankondiging van de eindtijd en de komst van de Messias, dan sluit dat behoorlijk goed aan bij het begin van het Nieuwe Testament, want het begin van het Nieuwe Testament is het evangelie met de komst van Jezus in deze wereld, als de vervulling dus van de profetie van het Oude Testament. En dan hebben we nog eventjes als schakel tussen Oude en Nieuwe Testament het optreden van de laatste profeet uit Israël voor de komst van Jezus, en dat is Johannes de Doper. Johannes de Doper is, hij lijkt ook daarin op Elia, die zou komen voordat de Messias kwam. Hij is Elia niet, zegt hij zelf, maar Jezus zegt hij is gekomen zoals Elia. Hij lijkt dus in die zin sterk op hem, want hij komt om de weg te bereiden voor iemand anders. Ja, dat is dus belangrijk geworden voor de eerste gemeente om dat Oude Testament te begrijpen als een geschiedenis. Want als je het als een geschiedenis leest, dan kun je je voorstellen dat we naar het Nieuwe Testament toe werken, historisch, en dat we dan de ontvouwing krijgen van wat in die geschiedenis in het begin nog niet helemaal duidelijk was. En dus een christen leest Oude en Nieuwe Testament als een voortgaande geschiedenis, te beginnen bij de schepping en dan bij Israël en dan bij de profeten van Israël. En die kondigen de komst aan van Jezus, en dan komt Jezus en dan sterft hij en hij staat op uit de doden. Dan komt de gemeente en zo gaan we uiteindelijk in het boek Openbaring, het laatste boek van het Nieuwe Testament, gaan we dan nog een keer naar die hele toekomst kijken. Dus als je het Nieuwe Testament heel serieus neemt en als sleutel ziet voor het Oude Testament, dan ligt het veel meer voor de hand dat je het Oude Testament op die Griekse manier leest. Dus als een historisch boek. Want de geschiedenis zet zich als het ware in het Nieuwe Testament gewoon voort. Maar als je het nou leest op de Joodse manier, dan zeg je nee, de Openbaring van Mozes, de 5 boeken van Mozes, dat is de kern van alles. Daar draait het om. En de rest, wat erbij komt, dat is als het ware bijzaak geworden. Ja. Dan heb je ook nog christelijke theologen die die beide visies een beetje willen combineren. Die zeggen, nou, wat de Openbaring betreft, is het Nieuwe Testament de kern. Maar wat de geschriften betreft, waarin die Openbaring bestaat, moeten we met het Jodendom eens zijn. Middelste cirkel is de Torah, met de T. Dan de cirkel daaromheen, de Neviim, de profeten. En dan de cirkel daaromheen, de Ketuvim, de geschriften. En het Nieuwe Testament als geheel heeft eigenlijk dezelfde status, is Ketuvim. Dus wat geschrift betreft, is het een commentaar op het Oude Testament, is het een commentaar op de 5 boeken van Mozes. Want daar grijpt het naar terug. Als Jezus komt zeggen in Matthäus 5, dat hij niet gekomen is om de wet of de profeten te ontbinden, dan zou je daar inderdaad de conclusie aan kunnen verbinden, dat hij komt om ze alleen nog maar nader uit te leggen. Hè? Dat hij komt om ze te vervullen. Ja, maar dat betekent wel dat het fundament dus in het Oude Testament blijft liggen. Nou, dat even als hele algemene inleiding. Dan wil ik nu naar die verschillende delen toe, waaruit het Oude en Nieuwe Testament bestaan. Dan wil ik daar iets over zeggen. Maar dit is wat je eigen moet begrijpen. Een Bijbel bestaat uit 2 delen. En het Oude Testament, dat hebben wij in een volgorde van boeken die we aan de Griekse vertaling ontlenen. En dat paste perfect in de opvatting van de eerste christenen. Want die eerste christenen lazen dat Oude Testament als de historische inleiding op de gebeurtenissen van het Nieuwe Testament. En dat is de komst van de Heer Jezus
zijn sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart en daarna het ontstaan van de gemeente. We gaan straks even kijken naar hoe dat precies zit met de opbouw van het Oude Testament, wil ik voorstellen. Ja? Gaan we luisteren naar de mis van Bach. Mis in B majeur, Bachs Werkenverzeichnis 232. Daar een aantal fragmenten van voor vanavond verzameld. We gaan luisteren naar een van die fragmenten.
Dit is Koinonia Live. Tijdens de pauze, Robert, stelde ik jou nog even een vraag over Johannes de Doper. En je zei dat Johannes de Doper nog bij het Oude Testament hoort. Maar we lezen over hem in het Nieuwe Testament. Toen gaf jij mij een kort en duidelijk antwoord. Dus ik denk dat deze vraag dus wel even belangrijk is. Ja, het Nieuwe Testament zegt zelf dat Johannes de Doper hoort bij het Oude Testament. Want bij de korte aankondiging in Markus 1 over Johannes de Doper wordt de tekst geciteerd van Malachi en Jesaja. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht die uw weg voor u heen bereiden zal. Dus in het laatste boek van het Oude Testament, in Malachi 3, zou het dan moeten gaan over Johannes de Doper. En in de tweede plaats is Johannes de Doper een profeet, net zoals de profeten van het Oude Testament. En in de derde plaats, Johannes de Doper brengt geen nieuw verbond, maar hij is de aanstichter van een vernieuwing van het Oude Verbond. Hij komt tegen de mensen in Jeruzalem en Judea zeggen, je moet een nieuwe weg inslaan, je moet als het ware van voren af aan beginnen, je moet je laten dopen tot vergeving van zonde, want de Messias komt eraan. Dus je moet nu je zaken op orde brengen, maar dat is volgens de regels van het Oude Verbond. Dus van het verbond dat God met zijn volk op de Sinaï en op de vlakte van Moab heeft gesloten. Dus in die zin hoort hij bij het Oude Testament, maar dan moet je het woord testament dus niet letterlijk nemen als dat Johannes de Doper bij de teksten van het Oude Testament hoort. Nee, hij hoort bij het Oude Verbond. En het woord testament, dat betekent nou juist verbond. Zijn de boeken van het Oude Testament, dat wil zeggen de boeken van het Oude Verbond, zo zei men dat vroeger wel. Het Oude Verbond is het Sinaï-verbond en dan het Nieuwe Verbond is het verbond dat Christus sluit. Zo werd dat vroeger ingedeeld. Terug even naar de situatie van die opbouw van die boeken weer even. Ik heb het net gehad over de driedeling van de boeken in de Joodse kanon, dus in de Joodse opbouw. Die Griekse opbouw, hoewel dat een historische lijn heeft, daarvan moet je ook zeggen, dat heeft een indeling in vijf gedeelten. Vijf gedeelten. In de eerste plaats natuurlijk de eerste vijf boeken, die zijn in strenge zin, ook in christelijke zin, de boeken van de Torah, de boeken van de wet van Mozes. Met dat lange verhalende deel in Genesis en dan Exodus 1 tot en met 11, ook een verhalende tekst. En dan in Genesis 12 vers 1 wordt de eerste echte wet geformuleerd. Maar dat loopt dan helemaal door tot het einde van Deuteronomium. Daar wordt het weer verhalend, want dan gaat het om de dood van Mozes. Dat is het eerste deel van de vijf. En dan ten tweede, 12 historische boeken. En dat loopt van Jozua helemaal naar Esther. Jozua, Richteren, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Esra, Nehemia, Esther. Dat hele gedeelte is dus van de geschiedenis van het Joodse volk. Met heel interessant natuurlijk bij Esther de ballingschap. De ballingschap die daar getoond wordt. Dat is natuurlijk een heel belangrijk thema ook van het Oude Testament. Dan krijgen we in de derde plaats de boeken van de wijsheid. Dat zijn er vijf. Dat is Job. Daar kun je eigenlijk ook het beste de psalmen onder laten vallen. Job, psalmen, spreuken, prediker, hooglied. Vijf boeken die we samen dan de wijsheidsliteratuur noemen. Met die psalmen dan op een beetje rare positie. In het midden van de hele Bijbel. En dan krijg je vijf grote profeten. Dat is Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël. Vijf? Er zijn vijf, ja. Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, dat zijn er vier, hè? Dat zijn vier grote profeten. Ik had er liever vijf gehad. Maar het zijn er maar vier.
Maar dat is niet erg. Het zijn er maar 4. Het zijn wel 5 boeken, want we hebben nog het boek Klaagliederen. Ook een boek dat Jeremia geschreven heeft. Dus in die zin zijn het er 5. Maar als je Klaagliederen niet meetelt, dan heb je maar met 4 grote profeten te maken. En dan heb je nog de zogenaamde kleine profeten. Ik denk dat dat terecht in het Jodendom behandeld is als één enkel boek dat uit 12 profetische teksten bestaat. Dat heeft waarschijnlijk in mijn gedachten gezeten toen ik het over 5 had. Maar die boeken dus van de kleine profeten, Hosea tot en met Malachi, 12 stuks, 12 kleine profeten, die zijn altijd behandeld als één geheel. Die hebben trouwens een hele aparte indeling waar ik ook straks nog wat over zeggen wil. Maar dat is dus die vijfdeling. De Torah, Genesis tot en met Deuteronomium. De geschiedenis, 12 boeken, Jozua tot en met Esther. De wijsheidsboeken, Job tot en met Hooglied. Dan de grote profeten, 4 grote profeten. Of 5 teksten, als je Klaagliederen meetelt. En dan de kleine profeten, Hosea tot en met Malachi. Dat zijn er 12. En dus dat is de opbouw van die verschillende boeken. Dus als je een historische tekst tegenkomt, voor je leest 2 kronieken en je leest daar over het huis van David, nou dan weet je dat je zit in dat historische deel, het tweede deel dus, van het Oude Testament. En als je een wijsheidstekst leest, Spreuken, dan weet je, ik zit in het derde deel. En als je aankondigingen van het oordeel leest, dan weet je, ik zit in het vierde of het vijfde deel. Ik heb dan of met een grote of met een kleinere profeet te maken. Groot en klein trouwens betekent hier alleen maar dat de boeken waarin de profetie is vastgelegd lang is of kort is. Als het meer dan 12 hoofdstukken is, meer dan 15 hoofdstukken is, dan zeggen we toch dat dat een grote profeet dan is, de grote boekprofeten. En we zeggen dat ook wel omdat bij die grote profeten er ook een hele profetenschool geweest moet zijn. En dus niet alleen maar met individuen te maken hebben, maar met een heleboel assistenten van die individuen ook wel. Nou, stuk voor stuk maar even naar kijken, naar die 5 gedeelten. En dan komen we meteen de geschiedenis op het spoor, die hier zo'n rol speelt. Om te beginnen die Torah, de 5 boeken van Mozes. Nou, dat is eigenlijk 4+1, dat moet je maar even onthouden. Dat krijgen we in het Nieuwe Testament ook. 4+1. Genesis tot en met Numeri is eigenlijk 1 geheel en Deuteronomium staat relatief apart daarvan. En datzelfde geldt voor het Nieuwe Testament. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes zijn evangeliën in engere zin en Handelingen hoort daarbij. Maar staat er in zekere zin ook apart van. Wat gebeurt daar? Nou, Genesis, de oergeschiedenis. Vanaf de schepping, zondeval, ontstaan van de volkeren, de verwarring van de talen, de roeping van Abraham. En dan wordt het verhaal van de aartsvaders, Abraham, Isaac, Jacob, 12 zonen van Jacob, de stamvaders van Israël. Israël dat in Genesis 50 naar Egypte trekt, dat is Genesis. Genesis schept dus legt ons het verhaal voor van de schepping, van de zondeval en van Gods eerste antwoord op de zonde. En dat is de roeping van Abraham en vervolgens de vorming van een volk, de voorbereiding van het ontstaan van een volk. En om dat volk is het God vanaf dat moment te doen. Hij heeft een volk uit Egypte gehaald en door middel van dat volk zal hij nu proberen om die zondeval ongedaan te maken, om de komst van de Messias in de wereld voor te bereiden. Genesis tot en met Numeri vertelt ons dat, maar Deuteronomium heeft alweer een beetje andere status, want dat zijn de toespraken van Mozes in de vlakte van Moab, voordat het volk het beloofde land binnengaat. Want aan Israël is een land beloofd waar ze vrijelijk kunnen wonen, waar die 12 stammen elk een eigen gebied hebben en waar die Torah van God, de wetgeving op de Sinaï,
waar die gedaan moet gaan worden. En tussen Genesis en Deuteronomium zit Exodus, Leviticus, Numeri. En wat is dat nou precies? Exodus natuurlijk, vooral het verhaal van de uittocht uit Egypte, van de wetgeving op de Sinaï in Exodus 20 en van de inrichting van het tabernakel. Dus Exodus gaat over de uittocht, over het Sinaï-verbond, de 10 geboden enzovoort, en over de inrichting van het tabernakel. Boek Leviticus gaat voornamelijk over wat er dan in die tabernakel gebeuren moet, namelijk de wetgeving rondom de offers, met als centraal hoofdstuk Leviticus 16, want daar gaat het om de grote verzoendag, Yom HaKippurim, de grote verzoendag. Dat is heel aardig, ook in de opbouw van de hoofdstukken van de Torah, is dat het midden van de Torah. Dus als je de hoofdstukken gaat tellen, dan kom je bij Leviticus 16 uit als het middelste hoofdstuk. Dus het midden van de Torah, van de 5 boeken van Mozes, dat is het hoofdstuk over de verzoening. Numeri gaat vooral over de woestijnreis, dus om de eerste ervaringen van het volk in de woestijn met de Torah. En dan zie je ook steeds dat het volk faalt tegenover de Torah, dat heel veel dingen misgaan. In Deuteronomium dan dus die redenvoeringen van Mozes, en dan gaan we 1 stapje verder in de geschiedenis, namelijk de dood van Mozes, de aanstelling van Jozua als opvolger van Mozes. Maar Deuteronomium geeft een soort interpretatie van de wetten van de eerste 4 boeken van de Torah. Daar komt dus een, als het ware een dimensie bij. Dus Deuteronomium legt iets uit van die eerste 4 boeken. En zo zijn die 5 boeken van Mozes dus opgedeeld. Het zijn wetten over verzoening, het zijn wetten over de omgang met de naaste, ook in Leviticus. En al die wetten die er zijn, die draaien maar om 1 ding, om de heiliging van het volk. Dit moet een heilig, afgezonderd, bijzondere natie zijn, die zelf een soort priesterlijke functie moet gaan vervullen tegenover de volkeren in de wereld. Dat is de enige rechtvaardiging van hun bestaan. Maar tegelijkertijd schetst de Torah ons dus het voortdurende falen van het volk in die taak. En dat wordt helemaal duidelijk in het volgende gedeelte, het tweede gedeelte van het Oude Testament, dus de historische boeken. Die zijn wel wonderlijk opgebouwd. In het begin niet zozeer. Jozua gaat natuurlijk over de intocht in het land onder de opvolger van Mozes, Jozua. En daar gaat heel veel mis in Jozua, want dat eindigt het boek Jozua met de beschrijving van alle fouten die gemaakt zijn bij die intocht in het land. De volkeren die ze hebben laten zitten, de volkeren waarmee ze zich toch vermengd hebben. Ze moesten als heilig volk naar binnen en ze mochten geen contact hebben met de volkeren die daar waren. Die moesten ze verdrijven of die moesten ze zelfs doden als ze niet weg wilden gaan. Dat is een heftige tekst als je hem puur seculier zou lezen als de verovering van een land. De eerste lezers daarvan zullen dat niet beseft hebben, want dat was de manier waarop de wereld in elkaar zat. Als je ergens rustig wilde leven, dan moest je daar strijd voor leveren. Er werd geen diplomatie bedreven en er was geen idee van wereldvrede. Je veroverde het land dat je nodig had voor je eigen stam of volk. En daar is Israël geen uitzondering in geweest. Maar de achtergrond is natuurlijk dat de Heere God het recht heeft om aan zijn volk dat land toe te wijzen. En dat in beginsel een volk dat zich daartegen verzet, zich dus verzet tegen Gods wil. Dat is het uitgangspunt van de schrijver geweest. Dan komt het volk helemaal het land in. En dan hebben ze geen koning. Ze hebben geen priesters die macht hebben. Er zijn priesters natuurlijk, maar niet die ook wereldlijke macht hebben. En dan zitten we in de tijd van de richteren. Dus alle mensen die dan in Israël wonen, die intussen daar hun leven aan het opbouwen zijn, die hebben alleen maar de Torah, en die Torah leren ze van de Levieten. De Levieten die zijn overal verspreid. In elk dorpje zitten wel een paar Levitische gezinnen. En de Levieten zijn priesters en dienaren van de priesters, en ze zijn verantwoordelijk voor de catechisatie. Dus zij zorgen ervoor dat kinderen Hebreeuws kunnen lezen en verstaan, en dat ze de heilige geschriften kunnen begrijpen en uit het hoofd leren.
Maar de boekrichter schetst dus ook dat niemand zich aan die Tora houdt. En dat ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Jozua en Richteren. Nou, en dan komt in onze Bijbel het boek Rut. Dat hoort eigenlijk bij de geschriften volgens de Joodse kanon. Maar wij zetten het achter Richteren. Waarom? Omdat de geschiedenis van Rut zich afspeelt in de tijd van de Richteren. En als je het historisch gaat opbouwen, dan kijk je dus niet naar de status van zo'n werk. Dan zeg je niet, is het eerste profeet, tweede profeet of is het geschrift? Nee, dan kijk je naar de geschiedenis die daarin verteld wordt. Dus Rut is eigenlijk een boekrol uit de geschriften en Richteren een boekrol uit de eerste profeten, maar we zetten ze achter elkaar omdat die geschiedenis daar doorloopt. En datzelfde geldt voor 1 Samuel. Ja. En dan tot en met 2 Koningen. En bij 2 Koningen eindigt het al voor de eerste keer, namelijk in de ballingschap. Dus we krijgen de geschiedenis van de intocht in het land, die eindigt in 2 Koningen met de uittocht uit het land. Ze gaan het land in, zijn daar een paar honderd jaar en dan worden ze door de Assyriërs wordt het Noordrijk meegenomen en dan door de Babyloniërs wordt het Zuidrijk meegenomen. Dan zitten we intussen in het jaar 586 voor Christus, het begin van de Babylonische ballingschap. En dan gaat meteen de geschiedenis door met 1 Kronieke, 2 Kronieken, maar dat is net als Deuteronomium een soort commentaar, een alternatieve versie van de boeken 1 Samuel tot en met 2 Koningen. Dus 1 Kronieke, 2 Kronieken zijn gewoon de tweede versie van de 4 boeken die eraan vooraf gaan. En dat is heel interessant, want 1 Samuel tot en met 2 Koningen bekijken alles vanuit het gezichtspunt van Gods gezalfde koning. Het gaat om het koningschap. En dat koningschap komt soms in aanvaring met de profeten, komt soms in aanvaring met de priesters, maar het draait dus om de vraag, wie is een getrouwe koning? Dus mensen als Hiskia en Josia en David natuurlijk en Salomo worden als getrouwe koningen gezien. En maar mensen als Saul en Agab enzovoorts worden als niet getrouwe koningen gezien. En de meeste van die koningen zijn afvallig. De meeste zijn ketters. 1 Kronieken en 2 Kronieken is een latere versie van diezelfde geschiedenis. Die begint veel eerder. Die begint al heel vlotjes wat te vertellen over de tijd van de schepping en de aartsvaders enzovoort, tot het dan bij de huidige tijd is. En daar is alles geschreven in het gezichtspunt van de tempel. Dus in 1 Kronieken, 2 Kronieken gaat het om de vraag, hoe is nou de tempel het hart van het volksleven van Israël? En hoe moet je vanuit de tempel nou kijken naar de gebeurtenissen van de geschiedenis van Israël? Na 2 Kronieken gaat de geschiedenis als het ware verder. Dat volk is in ballingschap, met name die Babylonische ballingschap van het zuidelijke rijk Juda is dan van belang. En Esra en Nehemia beschrijven de terugkeer daarvan. En dan heel vreemd heb je in het boek Esther, aan het eind dus van die hele lange lijst van historische boeken, dan gaan we nog eventjes kijken naar de banningen in Perzië. Heel eventjes een blik in het andere kamp. Esra en Nehemia gaat over die terugkeer, maar het boek Esther gaat dan over de banningen en wat die allemaal meemaken. Het boek Esther is een uitzonderlijk boek, want Gods naam komt daar niet in voor. Het is het enige boek waar Gods naam niet voorkomt. En dat heeft een reden. Als we ooit over Esther gaan praten, zal ik die ook vertellen, maar anders duurt het allemaal te lang. Dat is het tweede deel. Dus van intocht naar uittocht. Hè? Of beter gezegd, van de intocht in het land naar de ballingschap. En dan de terugkeer, begin van de terugkeer. Daar eindigt in zekere zin de historische lijn. Met de terugkeer van het volk, gedeeltelijke terugkeer van het volk in het land. Dan de wijsheidsboeken met de psalmen daar als prominent onderdeel. Job, de geschiedenis van die man uit Oez, die heel bijzonder lijden meemaakt. En dan hebben we de interessante en diepe vragen over de reden van het kwade in de wereld. Dan de 5 boeken van de psalmen. Dat was natuurlijk wel belangrijk in de geschriften, dus in de Joodse kanon, hebben de psalmen een indeling in 5 delen en dat is niet toevallig. Dat is ook de Torah in 5 delen. En in de Ketuvim dus, in de geschriften, begint het met de psalmen. En die hebben ook 5 delen.
Dus die openen de geschriften op een bijzondere wijze. Dat is allemaal onzichtbaar geworden in onze kanon, want daar hebben we eerst het boek Job. Dan psalmen, dan de spreuken van Salomo, van Asaf en van anderen. Met gewoon dagelijkse volkse wijsheid die aan kinderen geleerd kon worden. En veel verwijzingen naar het rustige, praktische leven in gehoorzaamheid aan de Torah zonder al te veel arrogantie. En hoedje voor mensen in hoge posities en hoedje voor mensen die een immoreel leven leiden en hou je vast aan de wijsheid die God geeft en dan komt het helemaal goed met je. En diezelfde boodschap ook in het boek Prediker. Het leven zelf heeft geen innerlijke waarde, dus ook als je maximaal zou leven naar wat mogelijk is, dan nog is dat uiteindelijk zinloos, want je gaat dood. Dus het enige waar je aan kunt vasthouden is dat je God gehoorzaamt en zijn geboden houdt. En dat probeert als jongeling al te doen, zodat je op je oude dag daar nog het voordeel van hebt. En dan eindigt het heel bijzonder wel met het boek Hooglied. Een Hooglied is aan de ene kant een poëtisch, erotisch lied over de liefde van Salomo tot zijn vrouwen. Althans tot één van die vrouwen. Maar het is in de kanon beland, omdat men het, denk ik, terecht heeft opgevat als een allegorie op de verhouding van God en Israël. Dus hier heb je het verhaal van hoe God eigenlijk zijn volk zou willen zien. Mm-hmm. Namelijk als zijn geliefde volk, dat als het ware zijn bruid zou kunnen zijn. Mm-hmm. En daar eindigt dat poëtische gedeelte mee. Dat is weer een stukje wijsheid van die Septuaginta. Dat het hoogtepunt van de wijsheid is dus die relatie van God met zijn volk en wat daar allemaal gebeurt. Goed, gaan we heel even pauzeren en dan moeten we het nog hebben over de grote en de kleine profeten. En dan gaan we verder met het Nieuwe Testament. En ik is toch even een kopje koffie maken. Ik begin er maar alvast met die grote profeten.
Om te beginnen de profeet Jesaja, die leefde, of die werkte tussen 739 en 700 voor Christus. Dat is dus ver voor de ballingschap van Juda. En die ballingschap heeft hij dan ook aangekondigd en die is pas vele jaren geleden ingetreden. Jeremia is een tijdgenoot van de groep die in ballingschap gaat. Hij kent dat. Hij kondigt dat oordeel ook aan dat God zal geven over Israël. En hij is actief tussen 627 en 580 voor Christus. De laatste koning, grote koning van Israël is eigenlijk Zedekia, 597 tot 586. Dus Jeremia heeft dat allemaal meegemaakt. De roeping van Jeremia in 626, daar begint de profetie van Jeremia mee. En we vinden prachtige teksten in Jeremia, oordelen ook over het volk en wat er religieus misgaat. Lessen ook voor ons zijn eruit te halen. En heel bijzonder in Jeremia 31, dat is dan dat ene hoofdstuk, vind ik, uit het hele boek Jeremia, waarvan je gewoon zou moeten weten waar dat staat en wat het inhoudt. Maar dat is de tekst over het oude verbond. Klaagliederen, want Jeremia heeft de val van Jeruzalem meegemaakt. En de klaagliederen van Jeremia beschrijven dus de ondergang van Jeruzalem. En ik heb altijd gedacht dat als je klaagliederen heel nauwkeurig leest, dat je er zoveel elementen in kunt terugvinden die te maken hebben met de ondergang van de kerk. Dat het een heel leerzaam boek zou kunnen zijn als we ons willen verdiepen in de vraag van wat is er nou in de kerk eigenlijk misgegaan. Dan de derde grote profeet, ook nog wel voor de ballingschap. 593 tot 571. Bij Ezechiël een heel ander perspectief op zaken. Maar vooral het perspectief van de tempel komt hier aan bod. Hè, de heiligheid van de tempel die door de ballingschap verstoord wordt. Maar ook bij hem een uitgebreid hoofdstuk over het herstel. Het herstel van de tempel is voornamelijk zijn thema in de laatste hoofdstukken, vanaf hoofdstuk 40. Maar ook over de terugkeer naar het land spreekt hij, en over vooral de schending van de heiligheid van de tempel door Israël. Daarna vinden we meteen Daniël. Daniël is tegelijkertijd een profetisch boek over de eindtijd. En het is een boek over de ballingschap, over Daniël zelf en zijn drie vrienden die in ballingschap zijn en zijn omgang met de koning van Babel, Nebuchadnezzar. Die drie jongeren ook in de put gooit. Sadrach, Mesach en Abednego, die drie vrienden van Daniël, worden verlost uit de oven van het brandende vuur, verlost. Daniël wordt uit de leeuwenkuil verlost. Allemaal bijzondere maatregelen, zeg maar, van God die zijn ballingen beschermt. En dan de prachtige aankondiging. Dat is ook een hoofdstuk wat goed is om echt te kennen. Daniël 7, het verhaal over de vier dieren, leeuw, beer, luipaard en dat verschrikkelijke dier met zijn ijzeren tanden. En dan tenslotte de tronen en de oude vandaag en de komst van de Heer Jezus met zijn eeuwige heerschappij. Dus Daniël kijkt heel ver vooruit. Dat zijn dus de vier grote profeten. En dan hebben we het twaalftal, dat we eigenlijk als één geheel zouden moeten zien. En dat twaalftal heeft een hele interessante opbouw. Want in het hart van die twaalf zit de profeet Micha. Micha betekent koning. Dat staat centraal in de verlossing. Terwijl Micha een profeet is die vooral in het Noordrijk de Assyrische ballingschap heeft meegemaakt. Nahum hoort daar ook nog een beetje bij. Maar het is vooral Micha die het hart uitvoert. En daaromheen staan oordelen over verschillende volkeren. Voor Micha, Obadja en Jona. Dat gaat over Edom en over Nineveh.
En na Micha Habakkuk, dat is het oordeel over Babylon. Dus dat oordeel over de volkeren. Daaromheen, gerangschikt, vinden we Joël. Joël staat voor Amos en Obadja enzovoort. En Zefania en Haggai. En dat zijn hele interessante profeten, want die spreken over de dag des Heren. En dan de buitenste ring, kun je zeggen. Dat zijn dus vier ringen die ik nu beschrijf. Dat is de eerste van het twaalftal Hosea. En die correspondeert met de laatste twee van het twaalftal, Zacharia en Malachi, die over oordeel en herstel spreken. Dat is de reden dat we zeggen dat twaalftal, dat is niet zomaar een reeks van twaalf profeten, maar dat is heel nauwkeurig gecomponeerd, met in het hart dus Micha en Nahum, nog in de oudste periode, de Assyrische ballingschap. En daaromheen Obadja, Jona en Habakkuk oordelen over de volkeren. Daaromheen Joël en Zefania en Haggai over de dag des Heren. En daaromheen Hosea, Zacharia, Malachi, het oordeel en het herstel van Israël. Dat zijn de twaalf dus. En daarmee zijn we aan het Nieuwe Testament toegekomen, wat Malachi 4 zegt, want ziet, die dag komt brandende als een oven. Die buitenste ring dus van de twaalf eindigt met Malachi, de komst van de zon der gerechtigheid. En dan met name Malachi 4 vers 5. Zie, ik zend u de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En dan sla je die blanco bladzijde om, die tussen het Oude en het Nieuwe Testament staan. En dan kom je die Elia ook praktisch meteen tegen, namelijk in Matthäus 3. In die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea. Dus dat is de historische manier waarop de profetie van Malachi 4, vers 5, in vervulling gaat. Ik zend u de profeet Elia, Malachi 4, vers 5. En dan de geschiedenis. En in die dagen kwam Johannes de Doper. En hij doet wat Malachi daar gezegd heeft. Malachi speelt dus ook bij Matthäus en Marcus een rol, en dat zijn de profeten die in verband met Johannes de Doper geciteerd worden. Daarmee zitten we in het Nieuwe Testament. Zullen we even pauzeren en dan het Nieuwe Testament bespreken? Kleine pauze.
Ja, ik had weer net even een vraagje in de pauze over Elia. Je sprak over Elia in Malachi 4, geloof ik, hè? Ja. Maar Elia is toch niet Johannes de Doper? Maar die wordt wel verkondigd, zeg maar. Nou ja, dat hangt er dus vanaf of je leest, zoals het Jodendom dat vaak ook doet, hè. Dat Elia die is niet gestorven op aarde, die is ten hemel gevaren. Hè? Dus wat zeggen we nou? Komt de profeet Elia terug? Of is Johannes de Doper degene die aan Christus vooraf gaat en is hij een profeet zoals Elia? Lijkt hij op Elia? En dus de vervulling van de uitspraak, ik zend u de profeet Elia. De vervulling van die uitspraak is dat er iemand komt in de geest en in de kracht van Elia. Dus de laatste profeet van het oude verbond, die heeft de eigenschappen, het karakter en de functie van de eerste profeet van Israël. En waar die eerste profeet van Israël dus niet in kon slagen. Tegenover de koning, zo slaagt deze Johannes de Doper natuurlijk wel. Want hij kondigt een koning aan, de Messiaanse koning, die ook daadwerkelijk komt. Dan zou er toch staan als Elia? Nou, dus gelijk aan of, maar ik, dat we nu echt Johannes de Doper in, terwijl er gezegd wordt Elia, hè, ik zal u Elia sturen, en dan is het Johannes de Doper, vind ik dat wel, ja. Nee, maar in de vervulling van de profetie is het wel vaker zo dat de letterlijke strekking van de tekst, van het Oude Testament, soms meer of meer figuurlijk of indirect genomen wordt. Zo legt de Heer Jezus in ieder geval deze woorden uit. Hè? Als hij spreekt over Johannes de Doper, dan zegt hij niet, hij is Elia. Dan zegt hij, Johannes de Doper is tot u gekomen in de geest en in de kracht van Elia. Maar hij zegt niet, Johannes de Doper was Elia. Nee. Oké, dat is duidelijk, maar dat is pas het Nieuwe Testament. Jawel, maar dat is... Maar, hoe bedoel je dat? Dat is pas het Nieuwe Testament. Ik bedoel, dat is de openbaring die we te volgen hebben. Ja. Dus het Nieuwe Testament legt ons dan uit wat Malachi 4 vers 5 bedoelt. Kijk, Malachi heeft alleen maar gehoord en gezien en gezegd, Elia komt. Ja. Maar nou komt de vervulling en dan horen we wat preciezer. Hè? Dan wordt het als het ware meer geopenbaard. Ja. Er komt inderdaad een Elia. Maar de Elia komt niet terug. Ja. Dat is niet het idee. En wat, waar staat het woord Elia voor? Yahweh is God. Elia. En mijn God is Yahweh. Betekent dat. Dus. Oh, nou. Ja. Dat kan dus. Ja, dat zegt. Dat komt wel met Johannes de Doper met Jezus. Ja, maar dat... Ja. Zegt verder niet zo ontzettend veel. We hebben de vier evangeliën nu even te bespreken. Heerlijk hoor. Maar dat doe ik heel kort. Dus ik hoop dat dat ook nog heerlijk dat is. Dat mag ook. Vier evangeliën. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Ik ga niet over de details praten. Niet over de tijd van schrijven. Maar ik wil wel zeggen dat we eigenlijk op deze manier, hè, vanaf Matthäus naar Johannes, steeds dieper in het karakter en de persoon van Jezus intrekken. Johannes en Marcus hebben iets gemeenschappelijk, want ze zijn beide geschreven om te overtuigen. Het zijn dus, laten we zeggen, evangelische geschriften in de zin dat ze willen overtuigen. Terwijl Matthäus en Lucas overduidelijk catechisatieteksten zijn. Er is een heel groot verschil. Marcus en Johannes willen de lezer overtuigen dat Jezus de Zoon van God is. En Matthäus en Lucas zijn geschreven voor gelovigen om ze een dieper inzicht te geven in wat er allemaal gebeurd is. Dat is het verschil in karakter. Dus Matthäus en Lucas horen in dat opzicht bij elkaar. En Marcus en Johannes horen in dat opzicht bij elkaar. Ja. Maar tegelijkertijd loopt er een lijn doorheen. Je gaat als het ware van buiten naar binnen. Nou, wat is de buitenste lijn? Matthäus, Jezus is de koning van Israël door Israël heen, ook van de volkeren. En deze koning Jezus gaat uitleggen in het Matthäus-evangelie wat zijn koninklijke beleid is, wat zijn programma is. Mm-hmm. En die koning wordt verworpen en gekruisigd. Dat is Matthäus' grote boodschap. Nou, bij Marcus is het
laten zien hoe Jezus de vernedering geaccepteerd heeft dat hij een dienstknecht is. Het is het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Zegt Marcus 1 vers 1. Maar dat is vervolgens alleen maar een Zoon van God in zijn vernedering. Dus als de Zoon des mensen die door de Heilige Geest heen en weer gestuurd wordt. En speelbal wordt ook van de macht van mensen. In Lucas de volmaakte menselijkheid van de Messias. Daar wordt heel veel aandacht besteed. Direct en indirect aan het karakter van Jezus. Ja, en dat zijn dus inderdaad catechetische teksten. We leren in Lucas Jezus beter kennen. In Matthäus leren we zijn programma beter kennen. In Lucas zijn persoonlijkheid. Bij Marcus worden we overtuigd en ontroerd door de dienstbaarheid van Jezus. En bij Johannes worden we ontroerd door de majesteit van Jezus. Het is Marcus en Johannes alle twee bedoeld om mensen te overtuigen. Maar ze overtuigen van twee tegengestelde elementen. Marcus van de dienstknecht Jezus en Johannes van de goddelijkheid van Jezus. En je kunt als het ware met Jezus op twee manieren kijken om overtuigd te worden van zijn goddelijkheid. En als je dat eenmaal gedaan hebt, als je in die Zoon van God bent gaan geloven, dan hoor je bij Matthäus over zijn volmaakte koningschap en bij Lucas over zijn volmaakte menselijkheid. Nou ja, maar het zijn eigenlijk vijf boeken, want Handelingen begint met die merkwaardige opvatting. Lucas die zegt daar, het eerste boek heb ik al geschreven, O Theophilus, over de dingen die Jezus begonnen is te doen en te leren. Dat suggereert dus dat de Handelingen, dat is wat Jezus verder nog is gaan doen en leren. Want Jezus is in het boek Handelingen eigenlijk de handelende persoon. De apostelen maken van alles en nog wat mee, maar ze staan onder het gezag en het bestuur van Jezus. Dus Handelingen is eigenlijk in die zin een voortgezet evangelie. Het is het evangelie van Jezus als de hemelse mens, als de koning die in de hemelen is en van daaruit zijn volk bestuurt. En dat is blijde boodschap. Het is een blijde boodschap dat Jezus de levende is die zijn volk nog steeds leiden kan. En dat is het tweede deel van dat boek wat Lucas geschreven heeft. Dat had dus een evangelie als eerste en dan Handelingen als tweede. Maar wij denken wel eens van, oh ja, we hebben vier evangelieën, dat is propaganda. En dan komt het boek Handelingen, dat is historisch. Nou, zo moet je het niet bekijken. Je moet eigenlijk zeggen, Handelingen, dat is laten zien in het leven van de gemeente dat het karakter van Jezus in Matthäus, Mark, Lucas, Johannes nog steeds naar voren komt. Namelijk in de gemeente, zijn lichaam op aarde, dat het daar nog steeds blijkt. Zijn goddelijkheid volgens Johannes blijkt uit de wonderen die de apostelen kunnen verrichten in Handelingen. De menselijkheid van Jezus die Lucas beschrijft blijkt uit de menselijkheid van de apostelen. Hoe zij zich ontfermen over de mensen die ze gezien hebben. De dienstbaarheid van de Heer in Marcus vind je terug in de dienstbaarheid en de nederigheid van de apostelen in Handelingen. En de koninklijke waardigheid van Jezus uit Matthäus vind je terug in de soevereine manier waarop Jezus als het ware vanuit de hemel alles regelt. Saulus roept en hem tot Paulus maakt. Dat is zo'n mooie ingreep in de geschiedenis van koning Jezus vanuit de hemel. Dus ik pleit ervoor om die vijf boeken, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen, als één geheel te zien en te zeggen dat is het evangelieblok in het Nieuwe Testament met één heel bijzonder evangelie. En dat is het evangelie dat Handelingen heet. Maar dat is het vervolg van een evangelie, maar het hoort er wel bij. Het is wat Jezus vervolgens is gaan doen en leren, namelijk door middel van de apostelen na zijn hemelvaart. En Lucas, het evangelie van Lucas, is wat hij begonnen is te doen en te leren. In Handelingen voltooit hij het. Voltooit hij het in zijn apostelen. Dat is het eerste deel van het Nieuwe Testament. Dan het tweede deel. Dat hebben we ook in verschillende volgordes trouwens. Het is niet de historische volgorde die we dan krijgen. Maar wat men meestal dan deed, dat is zeggen, je hebt de bijzondere brieven, Romeinen tot en met Thessalonicense. En dan heb je de pastorale brieven, Timotheus tot en met Filemon. En ja, het is gewoonte geworden om
de brief aan de Hebreeën niet aan Paulus toe te kennen. Hè? Dat zou een andere schrijver hebben. Maar die brieven, het langste voorop, Romeinen met zijn 16 hoofdstukken, dat staat voorop. Dat is de basis geworden, want dat is de rechtvaardiging door geloof. Hè? De gerechtigheid van God is verschenen. 1 Korinthe, 2 Korinthe, de verhouding van de gemeente tot de wereld, het werk van de geest in de gemeente. Heel belangrijk. Ook de zedelijke zuiverheid van de gemeente. Dat is belangrijk in 1 Korinthe, 2 Korinthe. In Galaten de strijd tegen het valse evangelie van de judaïsanten. Die proberen om christenen eerst jood te laten worden voordat ze christen kunnen zijn. Daar gaat het boek Galaten over. En behandelt nog veel meer hoor, daar gaat het niet om. Boek Efeze. Eigenlijk het diepste geschrift van het hele Nieuwe Testament, omdat daar het geheim van de gemeente wordt onthuld. En dat is in de eerste drie hoofdstukken, dan 4 tot en met 6, de praktische consequenties daarvan. Filippenzen over de praktijk van het christelijk leven. Colossenzen, idem. En dan Thessalonicenzen 1 en 2, de oudste brieven vermoedelijk. Gaan over de wederkomst van Christus en het effect daarvan op het dagelijks leven. En dan krijgen we volgens mij niet de pastorale brieven, maar we krijgen brieven die wel aan bijzondere personen gericht zijn. Namelijk aan twee leerlingen van Paulus, Timotheus en Titus. Dat zijn dus aanwijzingen vooral voor het predikantschap en voor de herderlijke zorg in de gemeente. Over wat ouderlingen zijn, hoe de leer moet zijn. Filemon is een kort briefje van Paulus over een weggelopen slaaf, Onesimus, met de aanbeveling aan Filemon om die Onesimus, die naar Rome was gevlucht, daar tot bekering was gekomen, om die weer aan te nemen. Ja. Prachtig stukje, ja. Christelijk naastenliefde in de praktijk. Ja, en dan Hebreeën, waarvan ik denk dat het qua taal wel heel anders is dan de rest. Maar dat zou best een Griekse vertaling kunnen zijn van een tekst die Paulus in het Hebreeuws geschreven heeft. Of dat zou een tekst kunnen zijn die een assistent van Paulus heeft opgesteld in zijn opdracht. Maar het is qua gedachtegoed toch het allerbeste om dat onder te brengen bij die brieven van Paulus. Hoewel we dus niet zeker weten of het een brief van Paulus is. Het heeft ook geen opschrift, het heeft geen groet waaraan je dat kunt aflezen. Het is niet anders. Zo opent Paulus dus de reeks van brieven in het Nieuwe Testament. En dan vind je nog een brief van Jacobus. Dat is Jacobus de apostel dus. Dan twee brieven van de apostel Petrus. En dan drie brieven van de apostel Johannes. Waarvan ik vermoed dat 1 Johannes niet echt een brief is, zo begint hij ook niet, hij heeft ook geen aanhef en dergelijke. Ik denk dat 1 Johannes een bijlage is, een appendix is bij het evangelie van Johannes. Dus dat het ongeveer in dezelfde tijd, zo tussen 85 en 95 is geschreven. En dat alle gemeenten een exemplaar kregen van het evangelie naar Johannes. Met daarnaast een soort korte toelichting op wat er allemaal speelt en wat de gevolgen zijn van dit evangelie in de vorm van die zogenaamde eerste brief. Nawoord. Oh, sorry. Ik zou zeggen een nawoord. Oh, juist, voorwoord. Nee, geen voorwoord. Kleine brief. Nee, de kleine brief, dat is de brief met de 5 hoofdstukken. De grote brief dus. Want 2 en 3 Johannes behandelen specifieke problemen waar Johannes als bisschop van de 7 gemeenten in Klein-Azië mee te maken had. Hè? Dus namelijk met de valse leraren en de opstandige oudsten in gemeenten van Klein-Azië. Daar gaan 2 en 3 Johannes over. Dat zijn hele korte brieven. En dan nog een brief van Judas. Niet van Judas die Jezus heeft verraden, maar van een andere Judas die tot die 12 discipelen heeft behoord. Er waren dus 2 Judassen. Judas de verrader of Judas de zeloot. En deze Judas, die misschien zelfs wel een broer van Jezus was. Jacobus tussen haakjes is een broer van Johannes. Johannes en Jacobus zijn 2 broers geweest. Jacobus heeft alleen een hele andere benadering dan zijn broer. Zit veel dieper nog in de Joodse denkwijze. En dat maakt het tot zo'n unieke en bijzondere brief. Het komt uiteindelijk toch op hetzelfde neer.
Maar Jacobus weet het heel bijzonder te vertellen. Nou, laten we zeggen, dat is het tweede deel van het Nieuwe Testament. Dat zijn de brieven, Romeinen, tot en met de brief van Judas en alles wat daartussen zit. Geschreven door 1, 2, 3, 4, 5 verschillende apostelen. Paulus, Jacobus, Petrus, Johannes en Judas. En dan komen we nog weer bij een geschrift van de apostel Johannes. Die zijn we dus al 4 keer tegengekomen. Dan is er ook nog een 5e bijdrage van Johannes aan het Nieuwe Testament. Geschreven waarschijnlijk tussen 95 en... Ja, het boek Openbaring. Ja, het boek Openbaring. En dat is het boek wat Jezus aan zijn discipelen wilde geven, zodat zij de zekerheid konden hebben van wat in de toekomst gebeuren zou. En daarmee is Oude en Nieuwe Testament compleet. En als je dan zo even kijkt naar de opbouw, dan zie je in Genesis de schepping. En dan begint het werk van de verzoening, het werk van het herstel na de zondeval. Hè, met de aankondiging van het zaad dat uit de vrouw zou voortkomen en de kop van de slang zou vermorzelen. En dan eindigt het boek Openbaring met het geweldige resultaat van heel die geschiedenis. Namelijk het hemels Jeruzalem dat op de aarde afdaalt. Waardoor God weer woont te midden van de mensen. En alles zal zijn in allen. En dan is die hele geschiedenis weer helemaal teruggekeerd naar het moment van het paradijs. Maar op een hoger niveau dan ooit in het paradijs zelf mogelijk was geweest. Want God heeft zich intussen in zijn genade en liefde volmaakt kunnen openbaren. En dat is het wonder van openbaringen. Ook geen vrolijk boek. Als je zo ziet wat er allemaal aan oordelen en straffen over de wereld heen gaat en wat er allemaal voor ellende gebeurt. Maar het is het boek van Gods toren, van Gods uiteindelijke gerechtigheid, die een noodzakelijke voorwaarde is voor het herstel van de wereld. Deze wereld moet gezuiverd worden. Er was even een zondvloed en God wilde op dat moment de wereld niet ten einde brengen. Hij begint opnieuw met Noach, maar ook dat toont zich als relatief hopeloos. Maar nu door de oordelen heen, als de zonde werkelijk van de aarde als waar het door vuur is weggenomen, dan komt alles uiteindelijk tot zijn recht en dan krijgen we die prachtige eeuwige toestand met de boom des levens in het midden en het licht wat er niet hoeft te zijn, zon en maan en sterren zijn verdwenen, want er is nog alleen maar het licht van het lam van God. En er is ook geen tempel meer nodig, er is geen tussenvorm meer nodig tussen God en de mensen. Geen kerk. Er is geen kerk meer, het is een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En er is een bruid, de vrouw van het lam, de grote stad, het heilige Jeruzalem, komt neer uit de hemel. Israël is hersteld, de hele apostolische gemeenschap, de gemeente is hersteld. En die samen vormen die basis van die nieuwe wereld. En de Heere, de Almachtige God, is haar tempel samen met het lam. De heerlijkheid Gods heeft haar verlicht. Naar die prachtige schets van het nieuwe paradijs in Openbaring 22. Nou, dat is heel mooi. Genesis 1 spreekt niet over de zonde. Openbaring 22 spreekt niet over de zonde. Alle hoofdstukken daartussenin hebben met het probleem van de zonde te maken. Maar het eerste en het laatste hoofdstuk van de Bijbel zijn vol van Gods scheppende bedoeling in Genesis 1. Orde, een heerlijke wereld waar een mens tot bloei kan komen, waar hij gemeenschap kan hebben met God. En Openbaring 22, het herstel van die situatie nadat de mens in Genesis 3 dus in de zonde gevallen is. Nou, dat is de opbouw van de Bijbelboeken in 1,5 uur. Maar we hebben ook aardig wat muziek geluisterd, hè? Ja, maar wij hebben wel wat meer tijd nodig om dat ons eigen te maken, hè? Gewoon nog een paar keer luisteren. Een paar keer luisteren of op papier zien, hè? Misschien kun je het nog even op papier zetten. Dan dat zal ik proberen. Lees ons. Dat zal ik proberen. Gedeeltes voor gedeelte. Het is altijd productiever als alleen luisteren. Maar het zou heel goed zijn als je dit als het ware uit je hoofd kon doen. Hè? Dat je dat zo goed kent. Want dan heb je de sleutel van de hele Bijbel te pakken. Dan weet je wat je leest wanneer je iets leest. Hè? Ja. Als je een tekst van Ezra leest, dat je niet hopeloos bent van ja, wanneer is dit gebeurd en waar gaat dit over. Mm-hmm. Enzovoort. Ja. En als je wat die geschiedenis betreft maar onthoudt, aartsvaders
Israël, koningschap, ballingschap. En dat zijn die vier belangrijke begrippen voor het Oude Testament. Schepping natuurlijk daaraan vooraf, maar laten we zeggen aartsvaders, Israël, koningschap, ballingschap. Dat is de vier belangrijke zaken van de geschiedenis van het Oude Testament. Zoals we dat, denk ik, voor het Nieuwe Testament wel weten. Hè? Het leven van Jezus, het dood en het sterven en de opstanding van Jezus. Mm. En dan de gemeente als derde die daar komt en de vierde, het herstel in Openbaring. Hè? Dat zijn de vier stappen in het Nieuwe Testament. Het leven van Jezus, sterven en de opstanding, de gemeente vanaf Handelingen en in de brieven. En dan tenslotte de nieuwe tijd die zal komen bij zijn terugkeer, boek Openbaringen. Ook in het Nieuwe Testament dus vier belangrijke historische punten van aandacht. Hè? Alles komt goed. Dus het doet me denken aan het liedje Stil maar, wacht maar, alles komt goed. De hemel en de aarde. Nou, dat lijkt me een mooie punt. Ik heb hem niet in de playlist staan, anders zou ik hem zo spelen. Maar we gaan nog even naar een stukje muziek luisteren en daarmee eindigen we dan deze uitzending. Dank voor het luisteren. Hopelijk heeft u dit geboeid en hebt u er wat aan. En misschien moet u het wel twee keer luisteren. Vergeet niet te liken als u deze uitzending op prijs hebt gesteld. Vergeet niet uw commentaar in te dienen bij ons. We willen graag van u horen en we zullen daar zeker ook op reageren. En het meenemen in onze volgende uitzending. En die is aanstaande dinsdag. Dinsdagavond. We weten nog niet precies of het 19:30 of 20:00 wordt. We hebben misschien een gast in die uitzending. Maar dat hoort u op tijd. Dat hoort u maandag of dinsdag. Via Facebook en andere kanalen. Dan hopen we elkaar weer te spreken. Aanstaande dinsdag dus. Om 19:30 of 20:00. Hier via Spreaker.com. Tot dan. Dit is Koinonia Live.